Ja, volgens mij heb je nog niet veel gevoetbald dit seizoen. Ja, bij het eerste ploeg nog niet, maar bij belofte wel vaak. Maar dit zijn nu, dit is nu mijn tweede invalbeurt nu. Vorige week op Ajax en nu vandaag voor de eerste keer thuis. Ja, dan maak je meteen een winnende goal. Ja, een droom die uitkomt. Hè. Ja. Nee, heel leuk. Beschrijf die goal eens eventjes. Zo, een goede actie van Simon Gustafsson in het middenveld. Een brede paas of door, een paas naar Jannes van Steenkist met een voorzet. Die is bal schiet door en komt bij de back terecht, waardoor Rossover goed druk zet en die bal gewoon bij mij komt. En ik ziet hem gewoon zonder nadenken in en die wijkt gelukkig voor mij af en in de toe. Gouden wissel van de trainer. Ja, dat kan je wel zeggen. Nee, maar het team heeft ook goed gepresteerd, dus het was ook het dienst van het team. Dani maakt ook een heel goede, belangrijke goal. Dus dat is heel belangrijk, die goal geweest. Dus het is een heel team gebeuren, niet alleen ik. Maar ja, volgende week maar weer dan, hè? Ja, hopelijk, ja. Doei. Dankjewel.